Vandaag is het wasdag. Maar let op, behalve kleren en afwas ga ik eens wat anders in de machine stoppen. Ik ga testen of dit schoon wordt zonder schade. Schoenen, scheenbeschermers, mijn toetsenbord en de roosters van de afzuigkap. 1. We gaan beginnen. Dit zijn de nieuwe gimpen van Marcus. Na een dagje buiten spelen zien ze er zo uit. Eerst haal ik de veters eruit, want die maken schoenen al gauw lelijk. Deze speciale schoenenzak beschermt je wasmachine. Je koopt hem bij de doe-het-zelf winkel. Zo, schoenen erin, kort wasje, 30 graden en dan schoon. Nieuwe veters erin en propjes folder om ze het goed te laten drogen. En tot slot een lekker luchtje. Ze zijn helemaal schoon. 2. Dan de scheenbeschermers. Ze stinken en ze zien er niet schoon uit. Ook deze was ik op 30 graden. Let op dat je het klittenband goed dicht doet van tevoren, anders zijn ze niet meer te gebruiken. Ook deze worden schoon en laat je gewoon aan de lucht drogen. Niet in de droger doen dus. Maar goed, die heb ik ook niet. 3. Mijn toetsenbord is heel vies. Eerst maak ik een foto. Dan weet ik straks precies waar welke toets wordt, want die wip ik er allemaal uit. Kijk, zo. Toetjes in het bakje van het bestek, in de afwasmachine en ondertussen maak je de onderkant van het toetsenbord schoon. Zo, als de toetsen klaar zijn, heb je een leuke puzzel voor je kinderen. En dit is het resultaat. 4. De vettige roosters van de afzuigkap. Die kun je in een sopje bloedheet water leggen en dan afborstelen. Althans, zo doe ik het eens in zoveel tijd. Maar wat als ik ze gewoon in de afwasmachine stop? Even kijken. Het voelt wel schoon, maar dat is het volgens mij nog niet. Beter met de hand dus. Wat je verder nog in de machine kunt doen is plastic speelgoed, zoals Lego. En petjes en schooltassen kunnen in de wasmachine. Happy washing! Tot de volgende keer!